Sommige kenmerkende aspecten hebben lange zinnen, en andere zijn juist heel erg kort. En dit is misschien wel het kortste kenmerkend aspect: de wetenschappelijke revolutie. En het begrip wetenschap of wetenschappelijk denken, dat zijn we al vaker tegengekomen. Dus laten we eens dus even stilstaan bij wat wetenschap eigenlijk is. Nou ja, wetenschap is het opdoen van kennis of een bepaalde theorie op basis van experimenten, waarneming en het gebruik van het verstand. Ja, tot in de 17e eeuw zag je dat er best wel wat belemmeringen waren om echt wetenschappelijk te denken en om echt wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. En ja, wat zijn die belemmeringen dan precies? Nou ja, ten eerste uh, is er een te groot vertrouwen in die uh, klassieke geleerden, die, die oude Griekse en die Romeinse geleerden. He, die hebben heel veel onderzocht, heel veel uitgezocht. En dan wordt eigenlijk gewoon gedacht van ja, die gasten die weten al hoe het zit. Waarom zouden wij daar nog aan gaan twijfelen? Ja, als je nergens aan twijfelt, dan kom je dus nooit tot nieuwe kennis en nieuwe ideeën. Dus dat te grote vertrouwen in die autoriteit van die Griekse en die Romeinse geleerden. zorgde ervoor dat uh, ja, echt nieuw onderzoek ja, niet echt uh, gebeurde. En hetzelfde gold voor uh, de rol die de kerk speelde. Want ja, die, die was behoorlijk uh, behoudend als het ging om nieuwe ideeën. Want ja, nieuwe ontdekkingen en ideeën die moesten natuurlijk wel passen bij uh, wat er in de Bijbel stond. en wat de kerk vertelde. En als je dus met iets nieuws kwam. Ja, dan uh, kon je best wel eens in conflict komen met de kerk. En dat zorgde ervoor dat dat uh, behoorlijk gevaarlijk was om die nieuwe ideeën ook te publiceren. Dus, dit zorgt ervoor dat er niet per se heel veel vernieuwing is in die wetenschap. Maar dat gaat langzamerhand veranderen. Want we zien dus dat in die 17e eeuw de wetenschappelijke revolutie begint. Hè, een revolutie is een, een, een periode eigenlijk van een grote verandering. In dit geval op wetenschappelijk gebied, want het is een periode van een groot aantal uitvindingen en ontdekkingen op het gebied van, nou ja, eigenlijk heel veel verschillende gebieden, ik geef zo een rijtje, maar uh, ja, die periode die begint zeg maar vaak in uh, 1543 al, dus dat is eigenlijk nog tijdvak 5, want dan publiceert uh, Nicolaas Copernicus uh, dit werk, hè. Dit, dit gaat over hoe de planeten draaien in het zonnestelsel en um, in datzelfde jaar uh, publiceert Vesalius, die uh, publiceert een werk dat gaat over hoe het menselijk lichaam werkt en in elkaar zit. En zij hebben dit gedaan op basis van eigen onderzoek, eigen waarnemingen. En zij komen echt met nieuwe ideeën. En het feit dat dit samen in dat jaar gepubliceerd wordt, 1543. Daarmee wordt eigenlijk gezegd. Ja, dat is misschien wel het startpunt van die periode van die wetenschappelijke revolutie. En dan zie je dus al: oké, okay, het gaat over de sterren, maar het gaat tegelijkertijd over het menselijk lichaam. In die wetenschappelijke revolutie werd vooral de natuur onderzocht. En dat ging van de uh, grootste natuur, hè, dus de planeten en de sterren, tot aan de kleinste natuur, uh, hoe het zat met bijvoorbeeld bacteriën en dergelijke. Dus het gaat over natuurkunde, het gaat over wiskunde, het gaat over sterrenkunde, geneeskunde, scheikunde, biologie. De natuur wordt op alle mogelijke manieren onderzocht. Godschepping wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd, zou je kunnen zeggen, om te kijken hoe werkt het eigenlijk precies. En de ene ontdekking die zet er weer een volgende in gang. Wat waren dan eigenlijk de oorzaken van die wetenschappelijke revolutie? Nou ja, ten eerste zagen we al in tijdvak 5 dat er in die Renaissance een hele groep was van humanisten die behoorlijk nieuwsgierig waren en een onderzoekende houding hadden. Die gingen echt die klassieke Romeinse en Griekse geschriften bestuderen. En dat zorgde voor het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. Tegelijkertijd zagen we in tijdvak 5 ook dat de Europeanen de wereldzeeën gingen bevaren en de wereld beter in kaart brachten. En dat zorgde ervoor dat ze allerlei nieuwe kennis kregen over hoe die wereld er in elkaar stak. Er werden nieuwe planten en dierensoorten en volkeren en dergelijke ontdekt. Dus dat stimuleerde ook weer die wetenschappelijke revolutie. En tegelijkertijd waren er ook een aantal technologische uitvindingen. die ervoor zorgden dat uh, de wetenschap ook meer gestimuleerd werd. maar tegelijkertijd er ook voor zorgde dat mensen het idee kregen: hé, hey, we moeten die natuur uh, kunnen misschien nog wel meer onder controle krijgen. zodat we hem goed kunnen gebruiken. Hier zien we bijvoorbeeld de uitvinding van de houtzaagmolen. Uh, hele belangrijke uitvinding geweest in die Nederlandse Republiek. Uh, voor de scheepsbouw en dergelijke, want je kunt in één keer beter planken zagen. Maar dit soort uitvindingen zorgde er eigenlijk voor dat uh, er een grotere behoefte kwam om meer controle te krijgen over de natuur. Um, en tegelijkertijd ook een grotere behoefte aan uh, dingen preciezer kunnen meten. En dat stimuleerde ook weer het onderzoek naar nieuwe meetapparatuur en dergelijke. Nou, dit leidt allemaal. Samen tot die wetenschappelijke revolutie. Dat begint dus eigenlijk al met dat humanisme uit tijdvak 5 en dat loopt dus nu verder in tijdvak 6. Uh, maar dan is nog wel de vraag: ja, hoe kom je eigenlijk tot nieuwe kennis? Dat is eigenlijk de grote vraag. En daarover verschillen de geleerden in die 17e eeuw nog wel van mening. Aan de ene kant heb je mensen zoals Descartes die zeggen van uh, je komt vooral tot nieuwe kennis door erover na te denken. Dat noemen we het rationalisme. Dus je komt tot nieuwe kennis door het gebruik van de reden, door je verstand. En je ziet iets, maar je moet het vooral hier gebeurt het, nieuwe kennis. Je moet er vooral goed over nadenken. En er is ook een stroming die heet het Empirisme, onder leiding van John dat. En die zeggen: nee. Uh, je komt vooral tot nieuwe kennis door uh, goed om je heen te kijken, door waar te nemen, door dingen te ervaren, door proeven te doen. En uiteindelijk is het natuurlijk niet zo dat één van die twee het is. Het is vooral een combinatie, maar uh, dit was wel het debat wat er gevoerd werd: van ja, uh, zit het, gebeurt het nou vooral hier? Of gebeurt er nou vooral door om je heen te kijken en door proeven te doen? Die ontdekkingen van die wetenschappelijke revolutie, en het zijn er echt een heleboel, eh, die waren het gevolg van een, eh, eigenlijk een systematische oefening van onderzoek. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik zal het toelichten. Want er is eigenlijk maar één goede manier om echt goed wetenschappelijk onderzoek te doen. Dan, dan, dan moet je echt wel aan een paar voorwaarden voldoen. En ten eerste moet je vooral goed kijken, observeren. He, dus dat gebeurde er. Dus je kunt in dit geval, he, hier zien we uh, een, een lijk wordt uit elkaar gehaald, eigenlijk, of wordt opengesneden. Om eens te kijken, ja, hoe zit dat eigenlijk met die spieren in die arm? Dus zelf gaan kijken hoe het zit. Niet uit de boeken, nee, zelf kijken hoe het zit. Observeren dus. En dat kan dus gaan om uh, de spieren in een arm. Maar dat kan net zo goed zijn door een microscoop naar uh, de dingen te kijken die je in het water allemaal ziet. Of je kunt met een telescoop naar de sterren kijken. Van alles en nog wat. Je kunt ook zelf gaan experimenteren. Proeven doen. Echt onderzoek doen. Dus bijvoorbeeld hoe het zit met luchtdruk en dergelijke. Wat je hier uh, ziet gebeuren. En je moet daar natuurlijk ook logisch over nadenken. Je moet daar logische conclusies uit trekken. Dus je moet ook redeneren. Um, dus hier zie je uh, bijvoorbeeld. De, links zie je eigenlijk dan dat empirisme weer staan. Observeren, experimenteren. En rechts zie je dan uh, dat rationalisme uh, zie je staan. Met dat redeneren. Maar goed wetenschappelijk onderzoek, ja, dat gebeurt op deze manier. Hé, hey, ik zie iets. Daar ga ik eens even naar kijken of ik dat op de een of andere manier kan testen, experimenteren. Maar ik moet vooral dan ook logisch nagaan gaan denken over, ja, maar welke conclusies kan ik hier nou uittrekken? En dit werd dus eigenlijk een beetje de standaard in die periode van die wetenschappelijke revolutie. En dit is nog steeds de basis van ieder wetenschappelijk onderzoek. Het is een revolutie hè, de, de, over een langere periode. Dus je kunt je voorstellen dat er heel veel wordt bedacht en dergelijke, maar dat uh, er daardoor ook een soort vliegwiel-effect ontstaat, waardoor het uh, steeds beter en sneller gaat. En er zijn bijvoorbeeld ook een aantal dingen die die wetenschappelijke revolutie zelf verder stimuleren. Uh, ten eerste zie je dus dat er allerlei nieuwe instrumenten komen. Hier zien we, uh, het is weliswaar een zware replica, maar uh, de telescoop die Isaac Newton gebruikte om um, te kijken. Dus, dus lenzen en uh, telescopen en microscopen zorgden ervoor dat je een instrument had om beter onderzoek te kunnen doen. Dan kun je nieuwe dingen doorontdekken. En tegelijkertijd werden al die nieuwe ideeën ook gepubliceerd in boeken en in tijdschriften. En andere wetenschappers die gingen daar weer op verder en, en die gaven daar weer commentaar op. Dus zo hielp je elkaar eigenlijk verder. En er waren ook best wel wat koningen die ook wel brood zagen in die wetenschap. En die gingen dat ook stimuleren, want misschien was dat ook wel goed voor de oorlogsvoering of iets dergelijks. Dus er werden allerlei wetenschappelijke academies opgericht. Hè. Dus hier zien we bijvoorbeeld uh, de, de, de Franse Koninklijke Academie voor de Wetenschappen. Uh, Lodewijk XIV die, die, die heeft die opgericht, om, omdat hij dacht: ja, zo kan ik mijn land ook verder vooruit helpen. Maar goed, dat is dus de wetenschappelijke revolutie in de notendop. Hoe zit het dan met andere kenmerkende aspecten? Ja, uh, het ging eigenlijk al over die nieuwe wetenschappelijke belangstelling, uh, die tijd van die renaissance. Dat is natuurlijk logisch. Uh, die Europese-overzeese expansie die zorgde ook voor uh, die, die wetenschappelijke revolutie. En uh, tegelijkertijd zien we dus in tijdvak 6 dat uh, bijvoorbeeld uh, in die Nederlandse republiek waar behoorlijk veel vrijheid was van denken. Dat uh, daar behoorlijk wat wetenschappers zijn en onderzoekers zijn die allerlei nieuwe dingen uh, bedenken. Dus dat draagt ook bij aan die bloei in cultureel opzicht van die Nederlandse Republiek. Maar het feit dat die vrijheid er is zorgt ervoor dat er ook allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan worden. Dus draagt het ook bij aan die wetenschappelijke revolutie. En we zullen zien, dat is ook wel een hele belangrijke, dat uh, die onderzoekende en wetenschappelijke houding... dat die uh, in de 18e eeuw niet langer alleen gaat worden toegepast op de natuur... Maar dat uh, de verlichtingsfilosofen ook gaan kijken: hey, uh, kunnen wij kijken of, net zoals er allerlei natuurwetten zijn, of dat er ook uh, wetten zijn die uh, gaan over het gedrag van mensen en de samenleving? Dat noemen we de verlichting en het wordt toegepast op alle terreinen van de samenleving: hè? de politiek, godsdienst, noem het allemaal maar op. Maar goed, daar komen we in een latere video wel eens op terug. Dit was hem voor nu. Hier zie je de volgende video ook al meteen staan. Een knop om je te abonneren. Wil je meer weten over de andere kenmerken en aspecten die er net stonden? Kijk dan even in de beschrijving hieronder. Daar vind je ook een aantal goede doelen die je kunt steunen. Zou heel tof zijn, natuurlijk. En ik zie je graag in de volgende video.